Ik sta hier op de Boxerseweg en onder het genot van een lekker zonnetje bij de vlecht- en wilgenfestijn van Wunnery & Herbs. Zo Frans, ik zie dat je al aardig bezig bent. Ja, ik ben... Dit is eigenlijk de bedoeling voor de kinderen te laten vlechten, maar ja, de kinderen die zijn er nog niet. Dus ik ben vast een stukje weer aan het voorwerk maken, dat ze straks, als ze komen, dat ze weer aan de gang kunnen. En dat wordt dan een tipi eigenlijk. Tipi, wat is een tipi? Dat is een indianententje. Oh, indianententje. Ja, dan maak ik hem straks mee af. Ja, maar dat zal heel leuk zijn. Nou, prima. Maar het zal nog wel een uurtje duren voordat ze weet is. Ben ik nog terug. Goed zo. Hallo Bert. Dag Martin. Ik zie dat je hier bent. Wordt dat een mand of? Ja, dat wordt een ajourmand. Een ajourmand. En wat is een ajourmand? Een opengewerkte mand. Hè. Dus je ziet, met heel weinig materiaal kan je toch een stevige mand maken. En dat is typisch een Franse ajourwerk eigenlijk. Dat ajour. Ik nu aan het maken ben. Ja. Hoe lang doe je erover ongeveer? Ik ben hier gisteren morgen aan begonnen. En ik hoop die vandaag toch wel af te krijgen. Dus ik moet nog een beetje doorwerken. Nou, succes nog vandaag. Hey Jos. Hey, goedemorgen Martin. Ik zie dat je goed bezig bent. Ja jongen. Kon je toevallig het schijndel? Niet zomaar toevallig. Hè. Ik ben hier 200 meter weg geboren. Zo, dat is ook toevallig. Ik ben echt hier van Hermalense grond, zeg maar. Van Hermalense grond, daar is verschil in dan. En dat is hele oude grond, want ik heb hier gisteren twee gaten geboord. Met de boor om die palen in te zetten. En er zit hier 80 centimeter zwarte grond op. Dus dat is bekend 8 eeuwen cultuur. Hè. 8 eeuwen cultuur. Dat kunnen we wel vertellen. En wat ben je nou aan het maken? Ik ben hier een mandje aan het maken. Kijk, er zijn hier grote en kleine manden. Achter jou daar staat de grootste mand. En dit is bekant de kleinste. En als die klaar is, hoeveel tijd zit erin? Althans, de kleinste die hier vandaag gemaakt wordt. Ja? Er zijn nog kleinere over. Ik heb gisteren zo'n klein mandje gezien. Dus dat kan dus ook. Een minimandje? Een minimandje, ja. Ja. Ik denk dat ik het kleinste mandje gevonden heb. Kijk maar eens aan hier. Zo, dat is een leuk stoeltje. Hoi Ton. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, goed. Wat ben je aan het maken? Een biezenzitting. Een biezenzitting? Ja. Zit ik daarop? Je zit erop, ja. Oh, het is hetzelfde dan? En dit wordt ook zo'n biezenzitting. Is dat nog van deze tijd? Nou, eigenlijk niet meer, maar ja, er zijn mensen die willen een stoel gerepareerd hebben. Hè? Oh, op die manier. Een stoel. Ja. Heb je daar nog veel werk in of niet? Ja, één keer wel, andere keer. Ik zie dat jij het schijnel kwam, Ton. Ja. Kooimans. Een bekende naam in de vlechterij, of niet? Van de Elschotseweg. Van de Elschotseweg. Ja, daar ben ik groot gegroeid. Heb je nog productie in vlechtwerk? Nee, het is puur hobby. Puur hobby geworden? Ja. Hoi, ik zag hier een hele mooie grote mand staan. Heeft u die zelf gemaakt? Nee, helaas niet, moet ik zeggen. Ik ben mandenvlechter, maar helaas niet. Komt uit Zwitserland. Thema was draagbaar. We zijn een consumptiemaatschappij. We kopen veel, maar gooien het allemaal weg. Hier is afvalmateriaal, stof, papier, wilgetenen in verbruikt, elektriciteitsdraad. En iemand die er uit de hand gelopen hobby uren, dagen mee bezig is geweest, maar wel heel veel voldoening heeft gehad van dat werk, omdat ze een mooi expositiestuk gemaakt heeft. Ik heb hier een rondje gemaakt over het terrein van Wunnery & Herbs. Van het vlechten en wat er al nog meer is. En ik heb Frans gesproken. Ja, en dan heb ik hier een mandje, toch wat door onszelf allemaal gemaakt wordt. Een plukmandje. Eigen product. Een eigen product en veel plezier ermee. Nou, dankjewel Frans. Graag gedaan. Succes nog, hè. Merci.